Assalamu alaikum en hartlik welkom by Proe. Ek is Abidah Dixon, Mohamed, en vandag kuier ek saam met die award-winning vrou met die naam van Naslie Khan. Hallo julle, kuier man, ek is vandag so verstom en ek is so bly julle wil weet. Ek gesels vandag met 'n award-winning sticky chicken chef. Ek gaan nie vir julle nog vere nog ophou nie, man. Laat ek net gou vir julle bekendstel. Salam alaikum, Nes. Waalaikum salam. Sien julle, sy is nou so skaam, want sy het nie gedink. Ek gaan nou die woordkies nou uiter hier. Maar ek het dit nie vergeet nie, ek het dit nie vergeet nie. Maar ek gun dit vir alles van die beste. Shukran, shukran. Nes, wat maak sy vandag vir my so? Definitief nie my sticky wings recipe nie. Kalate, vandag maak ons lekker Indian butter chicken curry. Indian? Yes, my version. As daar verskil tussen Indian en Malay? Allemaal doen het different. Allemaal doen het different, but this is how I like it. And, is dit Indian? Nee, my gaat is dit kan. Ik wil net zeggen, ik ken jou baie lang en ik heb het niet. But alhamdulillah, so ons maak butter chicken. Wat gebruik ons alles hier vandag, hè? Okay, so my favorite spice is die Osmond's California barbecue. So ek het dit hier in. Ek het wat se smoked paprika. Ooh, ek sien weer die name wat weer hier uitkom, né? En die een van die name sponsor vir die show nie. Maar kyk nou net hoe kwaai is sy. Sy. En dan het ek wat se smoked chili flakes. Het geen nice depth and flavor. My normal salt and pepper. Wat ik gebruik en dan ik love roads so tomato paste. Ah, hoe zijn jullie al dik? Die chopped and peeled tomato tin. That's wat ik gebruik. Mijn lemon juice en onze set. Jai, bitte voor roads. Howard en Osman gaat zeggen dat Auntie Abidah Dixon Mohamed zegt, hulle moet die Proe show sponsor. En Auntie Elsie Wittes last more seconds then. Nou, sien jy dat? Tot op hoe wat sy avocado oil, guys. Tot op hoe wat avocado oil gebruik het. Kijk jy so, juffer, sê jylle nou gauw vir my, en hoe wat nou vir haar gesponse is so? Laat sy nou al hulle name jy moet gebruik. Dis moes nou nie fair nie. Is dit fair? Ik wens hulle het my gesponse. Nou, ja, moet nie vir hulle vir die publicity nie. Wat in die right? Nou, Nes, wat se werk is my nice? Okay, ek weet dat die Abidah hou nie van even nie, want ek laat vir Abidah huil. So ons gaat maar die garlic en ginger vandag van die Abidah. Alles? Ja, chop alles. Dan gaan ek die even doen. Alright, okay. Maar nou, as ons nou praat nou hier van butter chicken. Ek dink nou net gesê dat mense maak het verskillend. Definitely. Maar, hoe gebruik ek nou, of hoe kry ek nou, ach, laat ek eier net die vraag en prijsje. As ek nou nie die speserije het wat jy nou hier het. 11 in 1, spice maker, love spice maker, allemaal die spice maker. En hulle huis, hulle moet, goed op. Wembley, jylle het moest in die aal stop jylle daar. Daar koop jylle ons die spices. So die spices moet gebruik, jou turmeric, jou garam masala, jou jou 11 in 1, soos ek sê, en dan een lekker barbecue spice daarbij. En dan jy wil extra scoop, ja, gooi jy net jou chili spice of jou mother-in-law spice in. Mother-in-law? Ja. Oeie, sy maak steak spice, want sy weet sy wil die dood in los kry. So ons vat maar vir haar op. Ons gebruik maar vir haar op. Voel toch en dan maak het ons lekker steaks, maar ons moet nou nie mother-in-law dood maak en op extra cheese in sit die kanala. Anders sal ons nou nie moeilijk op die straal. Kijk, jy sê nou eerst te begin met die mother-in-law. Ik ga niet wat dood maak. Iemand het een dag gesê, iemand vraag my een dag, ach man, hoe sê die ene nou, ek wil nou nie liggie, maar die een sê so mooi, now Auntie Abidah, my mother-in-law is looking after my child, no even time, I must just check if my child is still alive. Oei, jene! Wat hulle joke way, man, you know what I'm saying? Ons praat nou juist nog aan die story voor die skoonma en die skoondochter, you know? So I had to laugh and I said, hi, really? But we were just laughing, we just making jokes, etc. Alright, nou, kijk hier, ek sien nou, sy het 2 uive. Ja. Maar kijk hier, amal het was nou nie so klompie uive in hulle huis. Jan, ek sal een of 5 wees. Jan is genoeg haal, wat uive is genoeg, had jy van uive gehou nie, moet die uive gebruik hier, because it's up to you wat jy like om te kook. Moet die uive gebruik hier. Ja, ek vind dat want toe, and you know, onions put
suits that flavor and it gives a depth and a sauce to the meal. Okay. But some people just don't like onions or don't like chopping onions. Huh? But the newer generation gebruik ons nou die sunglasses as hulle daai op as hulle ewe chop of so maar die vis goggles. Ja, hulle doen allemaal die dinge aan die bieda. Maar ons los maar vir ons is old school. Ons heil terwijl ons chop van ons weet hoe kom ons heil. Alright. Ja. Okay. Nou, nee, kijk je maar nog. Ik kan nog als brusvis nog. Maar nou, jij hebt ons nog toen nog lukken die award in competitie gewend met jouw sticky wings. Hoe kom je dan nog bij sticky wings en iets anders uit die? Because the competition was for Cape Town restaurants and small businesses wat die beste wings maak. Okay. In Cape Town, ik denk is Western Cape ook. Western Cape? I think so, because it's a Joburg, Joburg, winner and a Durban winner. Oh, okay. So, but for me, I'm happy that it's Cape Town and I represent our Cape Townians and lekker. The love for food and especially wings. And also, it must not be the other wingsy. So I thought, you know what? Yeah, it's something where our Muslim people can enjoy still the crispy wings. Okay. And who knew it would be an award winning wing? Award winning wing, alhamdulillah. Okay, I'm going to get here and go to the cup. Okay. So fine, net vier, die bieden of het op vier, old school. Nou, kom laat even met alles skul. Because, as a reader, for it. Wow, okay. Ik like die wijntje bieden dat doen. Nou, meneer. Chop op je eerste man. Nee, man, kijk hier. Nou, meneer, ik wil lawaai maken van hier. Ja, op de set. Maar die andere jongen geeft aan die bieden. Ja, lawaai maken. Oké, laat ons die andere jongen. Ik wil lawaai maken, man. Yo! Ons gaan met die moderne ene wat baie silent is, wat hy week ook. Oh, oké. Okay. Maar kijk, jylle weet, dit is ons nou nog normale voet en so aan, hè. So, dit is nog alle intik en die type van goeders. So, ek weet dat my so mooi van die. Kom, ons kijk. Ek laat my even chop my wijn. Ons het weer goed. Dit is die maatschappie. Kanala. Kijk hier, so, aan die eerste sê, sy het die maatschappie messe is weggeteken. Ja. Kijk hier, wanneer die show is en ik is klaar opgewassen, ben ik net vandaag in die box pak en die in die kast zit. En laat die aan zich op een mensen uit de pak. Ik heb die kortel uitgehouden. Jo, wie aan die Elsie wil niks missen. Elke week kom aan die Elsie moest nog voor mij, moest nog aan, hè. Ja. En dan zie ik aan die Elsie moest nog alles moest nog mis. En dan, want aan die Elsie nou voor de persoon laat teken, en dan weet aan die Elsie nou ook wat zij de vrouw of die man laat wegtekenen. En bij tijd dat ik opdag, dan gaan ze misschien niks voor mij niet op wat er is, want ik misschien niet, nee, maar oké. Okay. Nou, net zo. Maar ik blijf hulle gewoon net daar, zo, man, ons is nou weer terug. Welkom terug jullie. Ik gesels nog steeds hier met die award-winning Nes. En dat is hoe zij bekend staan. Nou Nes, ik heb me nou jou knoffel het ik nog een dingetje uitgehaald, maar een ding maakt meer geraas als iets anders. So ek gaan nou maar nou eerder nou net so fijn snij, maar kijk hier, ek nou baie besigtig wees, want jou mes is verskrikkelijk skerp. Ja. So ja, my vingers is al klas wat kort, so ek nou gewoon baie mooi toppel hier so. Oké, okay, nou Nes, wat melk sy daar by die stoof nou? So at the moment, sit ek gauw vir ons van olijfolie in die pannen. Okay. Geef ons quantities, Kanala. Okay. So ons gaan 100 ml, 2 tablespoons olive oil in die pan sit, want ek vraag my chicken separate van die eiwe mixture. Okay. En hetzelfde, 2 to 3 tablespoons of fish oil, olive oil, in the pan. So ek het die chicken cube gecube, en het is gepre-marinate met diezelfde mixture, maar met yoghurt. Zodat ik het af kan fraaien en het is like die marinade is in die hoene in. Okay. En dan maak het lekker dip flavor in die butter chicken. Oké, okay, nou daar kan ik dan nou hoor. Hoekom sy sê, mensen maak het verskillend. Want ek hoor ook een paar goedkies daar wat ek nou nie in die familie uit mee nie. So, ek sal maar luister en ek sal maar nog kyk. En so, dat is hoe die mengsel like, dat nog gemarinated. Soos yoghurt met die marinade mixture. Oké, okay. Nes, is jouw knoffel oké hier of nog fijner? Nog een beetje fijner. Nog een beetje fijner. Joch, maar ik moet blijven zachtig weer zo, hè? Dan
meneer, vertel me van mijn recipe wat je nou vertelt, het man van die persoon wat lekker daar bij jou komt zitten. En nou goed zeker hoe lekker maakt zij voetjes en achterna te worden bij wat? Ik heb hier van mijn cliënten gisteren gehaald. Omdat je die wings gewend hebt. Yes. Wel allemaal vroeg, allemaal orde. Allemaal orde van die wings. Okay. En toen had bij een nice couple iets van orde. Ja. En hier ook heeft groentjes gemaakt on behalf of his wife. Ja. Yeah. En ik was bezig met mijn sushi reis. En dat was bezig om af te koelen. En terwijl het afgekoeld en ik dus ik kostjes klaar gemaakt en kon dumplingjes gegeven en dikke wings gemaakt zodat ik een extra eten wil wachten, you know, hoe slechts die mensen moet wachten. En hoe slechts gesaald. Stel ik voor of niet? Nee, net zo. En zo, 2 to 3 curry leaves. I like curry leaves in me. En nu is dat de norm. I throw in more because I love the flavor. En toen zit hij. Toen hij nog gezien dat ik is klaar met alles, zal hij ook in over mij zeggen. Hij is een chef. Oh, jullie, dat ga ik aan nou net zo. Dus ik soos gestresst. Want een chef heeft dan nou die andere chef zijn koos geëet. Jij weet, hij praat van jouw eigen koos, maar hij is nog altijd nervous. Wie even jouw koos eet. Net zoals ik nervous is van die bieden wat mijn butter chicken gaan eet. Want ik weet, zij maken ook een butter chicken lekker. Zo, ik is nervous. Want ik moet maar smaal en maar niet mijn recipe voor jullie gaan doen. Maar nou kijk, dat zij nou nervous is net voor een set. Hoe gaan zij nou nog voelen als John Ramsey? Oh, hij is aan mijn liefste. Dan is ik flauw gevallen. Dan is ik niet. Oh, even zeggen, Ruben. Oh, wat Abidah. Ik is bij lief voor die man. Nee. Maar ik weet, ik kan gewoon niet. Is het nog ooit? Ja, nog niet. Nog niet. Oké. Ik weet, ik kan. Oh. Hij was één keer bij een spa breakfast. Ja. Want die vrouw weet was zo, op hond. Toen dacht ik, nee, je nou wat je maar weet, kans. Los me af. Sorry voor jou. Kijk hier, ik weet nou die programma, we gaan niet over mij, nie, maar ons gaan nou van zeggen, Ruben. Ja. Zo één dag ontmoet ik om nog voor de eerste keer bij je festival. Ja. Bij je festival, ja. Want hallo, kom doen die cooking daar. Ja. En kijk hier zo nou als ik moet, maar die voorbarig. Maar ik dan wacht, maar ik ga mij nou bekendstel. Ja. En ik lieg hier voor jou niet. Wallahi, jelle. This is the honest truth. Ik kom en ik steek mijn hand uit en ik wil nog zeggen, hallo, chef Ruben, ik is, maar net hoe ik nog wil zeggen wie ik is, zeg hij van mij, ja, ik weet juist Abidah Dixon, Mohamed van Proe. Oké, so ik is nog bij jullie van die Abidah, nee? I was like, what? Hij keek me aan en daar is chef Tian samen om. Chef Tian, hij het weer gekomen. En hij zei, chef Tian, hier is Abidah wat ik jou van gepraat heb van die Proe show. Jerry, ik lig hier voor jou in de nest. I was like shocked. Shocked. Dat ik net zeven Ruben weer van die proesje. Maar ik ben al een paar jaar geleden nou. En dat was voor mij like absolutely amazing. Amazing. That's amazing. Ja, absolutely amazing. So, ja. So next, I'm going to put in a little bit of, laat ik zien, die was secret out. Zo niet die kan contaminate met die andere goede. Okay. Dan ga ik een beetje, ik heb de 100 gram butter, wat we gebruiken om die ghee. En die finale is de ghee is eigenlijk puur en het geeft een different flavor aan die butter. Is dat ook botter? Ja, maar het is puur botter. Oh. En dan zet je dat ook in. Oh. En dan kan je aan die einde zet je dat in. Oh. En het geeft een lekker flavor. All about flavor. Ja, zei Antje. All about flavor. All about flavor. Ja. Maar kijk, je ons praat nog zo van chefs en goede wie van wie ik bij je graag van wil like, om te ontmoeten. Is zij something. Wat is zijn naam, wat een van die charges is of My Kitchen Rolls. Een van ons homegrown ook is. Als hij een farm of een homegrown ook is. Nee. Van die dames. Maar ik kom nog net bij zijn naam, maar jullie weten precies van wie ik ben. Mm. Ik zou baie graag lekker om voor hem te ontmoeten. Mm. Maar bij jullie niet gauw ingeschakeld, ons is nou weer terug. Nou ja, jullie, kijk hier, ik gesels nog steeds samen die award-winning vrouwmens met de naam van Nes. En ik wil vandaag alles weten, want ik wil eerst, hij moet voor jullie die story vertellen. Nou kijk hier, Nes. Ik heb amper klaar hier met jouw goedjes als die recht. Kijk gewoon hier. Dat is perfect. Yes. Hoe ver is jouw dingetje daar? So, op je pot? Die andere moeder is al ingegaan. Ja. Nee.
So nou kan julle sien, ek gaan die garlic en ginger insit. Bring dit gou hier na toe, wys vir die mense hier onder die kamera. Hoe lyk dit? En ek sê mos altyd vir julle, een van die dag kry jy nie net meer television nie, maar dan kry jy ook smell-o-vision. Want julle sal nie wil glo hoe lekker ryk het hier in die kombuisie. Maar nou, Nes, as ek nog gou mag vra my, toe hulle nou, toe, as het kan jy... Kan jy het in, ja. Weet jy wat wil ek nou gaan zet? Ek wil nou gaan zet, kan jy hem sien? Okay, toe kan jy hem nou vir jou bel en sê, Nes, jy is die wenner van die competitie. Wat het dit hier in jou mining opgegaan? Ja, nou, die Bida, you know. Ek was so nervous, daar dag was ek alleen by die weg. Ja. Ek gooi gauw die lemon juice in, daar sê toe 50 ml lemon juice. En dan gaan die... tomatie... peel, chopped en peel tomaties in. Ek het tomatiepuree ook gebruik. Okay. Maar dan is het te sier vir my. Alright. Ja. So, toe hulle vir my bel, ek sit alleen by die weg. En en ek dink toe, oeh jylle, ek het nou op die lucht met allemaal die ander chefs van die restaurante en wat jy nou. En toe, nou speel hulle music en hulle praat hoe ander goed is. En ons, ek voel, ek en die ander kant die stil is, was allemaal nervous. En ek dink vir myself, nou wanneer praat jylle krap, ek kan nie meer nie, want ek gaat nou net so. Dit is nou voor hulle rewende aankondig, aankondig, ja. En net dit, sê... Ja, yes, dat is meer as genoeg. Sê, Darren, vir die F&B lady, now we need to announce the winner. Sê die naam achterste voorgesê van my business, wat okay. Ek hoor, Asian Halal, die lights. Oh. Ek kan nie skree nie, ek chunk so maar. Oh. Ek kan nie skree nie, ek sê dat hier in is a warehouse en ek sê die chunk. Ek sê vir hulle, ek hoor toe, kan knal. Ek weet nie wat om te doen nie, but you know what, it was like, ik heb zo gegaan, het was Jumwa, het was de day before Arafa. Ik heb niet gesujud en sugar gemaakt voor Allah, because I can only get here because of Allah, nothing else. Definitely. Yes. En kijk hier die feit dat hij op was tegen restauranten. Yes, iemand in hout bij. Yes. Dat heeft voor mij laat heel, because ik heb gewend en nou iemand in hout bij, iemand wat een finance, een restaurant, een kitchenette, en een couple, a beautiful couple in Durbanville, wat ook lang al wings maakt. Yes. Die feit dat mijne gekies was, is die ultimate, vir a chef is dit, like. Ja, I can just imagine. Can just imagine. Ja, antipida. Ja. Nou ja, nou kan julle sien, nothing is impossible. Nothing is impossible, that kan ek vir julle sê. En hulle werk in mysterious ways. So, hulle sê altyd, if you can dream it, you can do it. There we go. En jy moet nooit daar aan dink of sê, oh nee, ek kan nie, en ek kan nie, en ek kan nie. Want die moment jy sê, jy kan nie, jou brein tel daar op immediately. And then you won't be able to, want jy het klaar vir jou brein gesê. Exactly. Ek kan nie. Ek glo daar aan, al kan ek nie een ding doen nie, en sê ek kan. Alhoewel ek nou weet, ek gaan nie haar butter chicken kan maak, for example. Maar ek sê ek kan, want jy onthou net, wat sy uiter is precies wat sy kan. Yes. So never ever give up, and never say that I can't. Okay, so ja, daar is Nas nou like a loving, loving thingy vir jou om nou te kan sê. Alles is mondig. Ja, Nes, daar is jou... Pijn shukra. Dan is ek na gesnijd. So die laatste van ons butter chicken. Ik hou van die double cream plain yogurt van Spa. En dan vars room. Ik gooi... Ek wil nou nog altijd weet, sy was nou meer as een keer op die program. En nooit ooit het sy so name genoem, he. Maar vandag is ek heeltemal verstom. Hoeveel name sy noem? As Rhodes, as Woods, as Spa, as... Ek weet nie wie nog alles sê. Yeah. Hi? Chickas. Chickas verkoop Rhodes hulle. So, daar is die ding aan gemaakt, you know. So, daar is wat ons nou die Rhodes kry by Chickas. So, nou gooi ek net 2 tablespoons of tomato paste in. Gaan ek 3 tablespoons of sugar insit en laaste gaan die cream en die yoghurt in, want ons wil die butter chicken met split, ons wil die creamy butter chicken heen. Okay. En dan achterna gooi ons koriander op het.
Maar nou kyk jy so, sy het nie so my nodig hier vandag as 'n presente nie, want ek sien, sy doen so maar alles en gee so maar alles vir julle, net so. En sy praat so maar net so met julle. Sy kan maar gesê dit aan die bieda, soen toe, ek my kabai sê het, I can do it myself. Pom, 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 ek is in die moeilijk het julle. Ja, en die sien, gaan ek pak kry, dan gaan die julle die ouwe by sien. Maar kyk jy, julle kan sien, Auntie Elsie sit aan die ander kant. Anders het Auntie Elsie al lang al vir haar gewys met die oog. You know? Ja, but okay. We love it too much, man. Dis hoekom ons maar vir haar ryskoop gee. En kyk iets, hy mors nou nie met 'n award-winning persoon nie, ne? So gee maar nou die nou vir haar. En dit is nou ons present van die kroo af vir haar. So ons losse, man. Sy gesels mos nou met julle en sy enjoy vir haar. Okay. Nou, gou weer. Vir ons kijkers, en nou kan sy maar kyk daar so. Okay. Sê vir hulle, wat het sy nou gauw alles weer daar ingegooi? Want sy weet ons as mense wat sit met een pen en papier, ja. En hulle skryf gauw som op die app en so aan. So, ek gee jou nou die reg. Okay. So ek het gebruik 100 ml boter, pure boter, of mavello. Ons gebruik ons is liever mavello. 2 tablespoons of smoked paprika. 2 tablespoons of California barbecue. Jy kan sien die Osmond's stickers hier op. 2 tablespoons of oak chili flakes from Woolworths, 2 tablespoons of your crushed pepper, a teaspoon of salt, dan het ons die 1 blikkie Rhodes gebruik. Ek wat is dat tomato? Ja, chopped and peeled tomato, tomato. En dan het ons ingesit die stick cinnamon en die cardamom. Ek hou van curry leaves in my curry gebruik en ek het dit gebruik. Yes. Ek het 50 ml lemon juice ingegooi. Dan het ons 2 tablespoons of olive oil vir die hoender om te fry separate, wat gemarinate is met dieselfde mixture, selfde quantities, okay. Maar jy marinate dit met die yogurt voor die aand, die aand voor die tyd. En dan jou 2 eiwe, soos ons gesê het, as jylle die eiwe het die, moet dit die gebruik hier, ek het dit net so gebruik. En dan jou 2 tot 3 knoffel garlic en 2 tablespoons of ginger. Mm-hmm. En dan jou Tanya. A bunch of Tanya, wat even jy wil, want ek hou van Tanya, so dat is nog genoeg vir my. Okay. Nou daar het julle dit nou en julle het nou gehoor wat was al haar bestand julle. So bly julle net ingeskakel. Wanneer ons terugkom, gaat ek daarom vir jou lekker proe. Nou ja julle, daar het julle dit. Kyk net hoe lekker lyk die meisiekin sy butter chicken. Nes, gee bietjie man, moet jy so wees he. Moet ek nou vir myself skip. Okay, laat ek want die schwante. Net so bykie, hoe sê Auntie Elsie altyd? Ek knap sokkie. Sy moet nie proe, sy moet nie friet nie. Is het fijn as ek my linke hand skip? Because ek is een liefde, ja, ek is nou baie so. Ons sê net bismillah en Allah no space. Maar kijk, jy het sê nog een woord wat sê Auntie Elsie. Ek net wat sê, net proe, nie friet nie. Die show is proe. Ek meen dat ons moet nou die stukkie vlek breed deel, om te proe. Julle het nou gesien, ek het nou nie vandag vir julle gevertel van Auntie Elsie behind the scenes. En skielik, daar begin sy nou met die ding. Sien julle nou? So ja, julle weet sy is hier so, sy is hier so. So laat ons vir die proe weet. Die bieda die yoghurt en die garlic sauce, man. Don't forget that. Nee, dit is my favorite. Jok het nog eens gekiet hier. Jy, maar sy Auntie Elsie. Want die Elsie is een mond gaan brand hier so. Toe kom dit keer stel die yoghurt so sê, om die brand weg te vars. Nee. Jy mag maar hoor. Jy mag maar. Alhoewel my bek nog so lekker brand. Mag jy maar. Want soos Auntie Elsie sê, die yoghurt story maak het een bikkie les. Maar sy kan hom daar proe. En ek het nou nog steeds die karamong smaak in my mond in. Maar oké, okay, ons gaan oor daar. Laat ek gewoon nog een broodje doen. Lekker. Absolutely amazing. Het is so die smoky smaak in, man. Nie een gewone butter chicken nie. En dan sy weet van, die smoky chicken something nie. Die smoky is daar so. Wel nice.
Ek mag gou vir die mense sê, ek kan vir julle maar net lus maak, want dan die Elsie, en die Brian en Anke Mark, en julle weet ons het altyd moes gehoor, ons gaan nou allemaal sommer verder, lekker proe. En ek hoop jy die dag lekker geniet saam met my en Naslie Khan. Tot volgende keer, mooi bly. Ek is Abidah Dixon, Mohamed. En volgende week gaan keier ek vir Rasida Waldin.